Het is weer zomer en dat betekent dat de kans op zware regen- en onweersbuien toeneemt. En daarbij is kans op hagel, veel neerslag, onweer en zelfs valwinden. Maar wat voor gevolgen en welke gevaren kan zo'n zware onweersbui voor jouw omgeving hebben? Het is een warme zomerdag met vochtige omstandigheden in de onderste laag van de atmosfeer. Dat zorgt voor een onstabiele opbouw en dat is ideaal voor de vorming van onweersbuien. De warme, vochtige lucht die begint op te stijgen en koelt af, waardoor de waterdamp condenseert tot waterdruppels. En hierdoor wordt een wolk gevormd. En daarnaast komt er tijdens dit proces ook warmte vrij, waardoor de lucht als het ware een extra boost krijgt met een krachtige opwaartse stroming tot gevolg. Binnen ongeveer 30 minuten kan zich een torenhoge onweerswolk ontwikkelen, de zogenaamde cumulonimbus. En deze kan een hoogte bereiken van wel 10 kilometer. Boven dit niveau daalt de temperatuur niet meer met de hoogte. De lucht kan niet meer verder stijgen, maar wordt nog wel aan de onderzijde opgestuwd. Het gevolg is dat de wolk zich aan de bovenzijde gaat uitspreiden, waardoor het aanbeeld zichtbaar wordt. Typerend voor onweersbuien. Hier in de verte beginnen de eerste wolken ook al op te bollen. En daarnaast is de eerste donder ook al hoorbaar. In een onweersbui vinden de meeste bliksemontladingen plaats in de wolk zelf. Maar zo af en toe kan de bliksem ook inslaan in de grond. Zelfs als het bij jou nog droog is. Zo! Ja, je kan de kans dat je zelf geraakt wordt door de bliksem wel verkleinen door niet onder een boom te gaan staan, hoge objecten in de omgeving te vermijden en ervoor te zorgen dat jij zelf niet het hoogste object in de omgeving bent. En het veiligste is natuurlijk om gewoon naar binnen te gaan of desnoods in je auto te gaan zitten. De onweersbui blijft zich verder ontwikkelen en soms kunnen zich aan de voorzijde van zo'n onweersbui extreme windstoten voordoen, zogenaamde valwinden of downbursts. En deze kunnen ontstaan als een grote hoeveelheid koude lucht vanuit de onweersbui in sneltreinvaart naar beneden stort. Valwinden zijn altijd goed te herkennen in het schadebeeld, omdat alle bomen dan dezelfde kant uitvallen. Zo af en toe dan kan de onweersbui ook gaan roteren, de zogenaamde supercell. En heel soms kan er dan zelfs een tornado ontstaan. Een paar honderd meter verderop trekt er nu één voorbij met flink wat schade tot gevolg. Maar gelukkig komen deze niet veel voor in Nederland. Daarnaast kunnen bij de supercell soms ook hagelstenen naar beneden komen van wel 10 centimeter in doorsnee. De hagelstenen ontstaan doordat het water bovenin de bui bevriest. De hagelsteen valt dan naar beneden, maar door de enorme opwaartse luchtstroom in de bui wordt de hagelsteen weer omhoog gestuwd, waardoor meer water en andere ijsdeeltjes aan de hagelsteen vastvriezen. Dit proces blijft zich herhalen totdat de hagelsteen te zwaar is, waardoor deze dan uit de bui valt. Gelukkig zijn hagelstenen van deze grootte zeldzaam in Nederland. Minder zeldzaam is de lokale wateroverlast die kan ontstaan na zo'n heftige wolkbreuk. Ik heb het zelf maar even wat hoger opgezocht, zoals je hier kan zien, want de straat achter mij staat helemaal blank. Tijdens zo'n wolkbreuk kan er soms wel tientallen millimeters aan regen naar beneden vallen. En dat is soms wel de maandhoeveelheid aan water. In stedelijke gebieden kan dat water soms maar moeilijk afgevoerd worden, met flink wat wateroverlast tot gevolg. En zeker als er weinig groen en veel asfalt aanwezig is in de wijk, dan kan het water maar moeilijk wegstromen. Het water begint hier nu geleidelijk weg te trekken, maar om wateroverlast te vermijden is het verstandig om bijvoorbeeld planten en gras aan te leggen in onder andere je tuin in plaats van die tegels. Kijk bijvoorbeeld maar bij de buren. Daardoor kan het water veel sneller weglopen en is ook nog eens de kans op overlast of schade door zo'n wolkbreuk een stuk kleiner.